Het is niet gewoon disrespect, het was echte disrespect naar mij toe, waardoor je naar daar wil gaan en ze klappen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Gilly's Loveline, waar we bruut eerlijk praten over de liefde. En bovenaan mijn lijst, en ik ga je zo meteen zeggen waarom, was Welles. Welles is populair in de Surinaamse gemeenschap, hè? In de samenleving. Ik heb het idee dat iedereen iets vindt van Welles. Klopt. Oké, ik ook. En ik dacht de juiste persoon om te praten over de liefde, omdat ik één benieuwd ben waar je vandaag staat. En alles wat je hebt meegemaakt, we gaan het allemaal hier behandelen. Goed dat je er bent, Mima. Daarmee te beginnen. Welkom. Loekoe, ik praat in hier uit mijn straat. In jouw straat, je woont ook hier in de buurt, hè? Is je toch? Alleen dat al moet voor een goede energie zorgen. Ik heb tot 1:30 ochtends je boek gelezen. Serieus? Ah, ja, tot 1:30 ochtends. Maar Favio, want ik kom vers uit trauma, uit liefde, uit een ambitieuze doel. Dat is nu wat ik net allemaal heb, een paar uurtjes geleden in me heb opgenomen. Hoe gaat het met je, is mijn eerste vraag, Mima. Na omstandigheden goed. Ja? En wat houdt dat in, na omstandigheden? Wat zijn de omstandigheden dat jou dwingt om dat antwoord te geven? Ik heb heel veel meegemaakt. Uh-huh. Heel veel meegemaakt. En mijn lichaam is een beetje op. Ja. Zo je me hier ziet zitten. Mijn lichaam stresst. En ik voel gewoon die stress. Juist. Maar ik laat het me niet weerhouden van doorgaan met het leven. Dus daarom zeg ik na omstandigheden goed. Je lichaam en je geest ook? Ik denk het hoor. Ik denk het beter, maar ik voel het gewoon tintelingen. Ernstig? Maar ik ben blij om hier te zijn, dus we gaan het gewoon een luchtig gesprek hebben. We gaan gewoon praten, Mima. Want wat ik altijd hier doe, dat is mijn doel. Ik wil de liefde beter doorgronden. En dat doe ik door middel van mensen hun verhalen en ervaringen. En Jutja ervaring en verhalen, verschillende verhalen. Dus daarom ben ik dankbaar dat je hier bent, Mima. Maar ik wil teruggaan naar wat ik zei. Iedereen vindt wat van Welles wel. Suriname is ook klein. Is dat niet toch? En ik had dat ook. Maar dat mag. Dat mag. Sterker nog, ik heb niet het idee dat jij het erg vindt om in de spotlight te staan, Mima. Ik sta mijn hele leven wel in de spotlight, als ik nou wil of niet. In jouw boek komt zeker 3 keer voor Talk of the Town. En ik was weer de Talk of the Town. Ja. Toen je jong was. Ja. Ergens tiener, yeah. En ergens weer daarna. Yeah. En ik heb het idee dat je dat niet erg vindt, man. Ik ben er gewend aan. Ik ben er gewend aan. Het is deel van mijn leven geworden. Mm-hmm. Dus ik ervaar het niet meer zoals mensen het ervaren. Ja. Ja, dus je kan het ook handelen. Ja. Als ik kijk naar de amount of stress dat ik heb moeten incasseren, yeah. En mee moeten leven, dan vind ik wel dat ik behoorlijk sterk ben. Maar het heeft wel aan mijn lichaam geknaagd. Dus heeft het toch geëist? Ja, ik voel het vandaag. Bijvoorbeeld vandaag voel je van, want je zal betere dagen hebben, mindere dagen. Ja. Okay. Vandaag voel ik gewoon dat. Zometeen gaan we even uitleggen, want misschien niet in een kennissituatie, maar ik wil even over Welles praten, juist omdat je je voelt zoals je vandaag voelt. Ik vond niks bijzonders wat ik in je boek las. En toen dacht ik, dat is heel eerlijk, maar ik vond het ook grappig eerlijk gezegd. Ja. Ik ga even terug naar je allereerste relaties, want zo heb je het ook geschreven, ja, toch? Ja. Mijn eerste liefde. Uh-huh. En daarna kwam een dame voorbij. Uh-huh. Die je onzeker maakte. Uh-huh. Je vond dat je niet op dat niveau was qua denken. Uh-huh. Ja, dat je zelf boeken ging lezen om op dat niveau te komen. Ja. Dat ben je milafu. Milafu. Want ik denk, mooi, dan ben je echt verliefd. Nee, absoluut niet. Nee? You know, keek ik guess niet I'm alone. Nee, maar dat betekent hoeveel je over hebt voor de liefde. Ja. Want volgens jou vond je jezelf dan, ik weet niet, misschien minder? Niet intelligent genoeg of op zo'n denkniveau. Maar weet je dat het niet zo was? Zij heeft bepaalde dingen gezegd en gedaan. En je was gevoelig ervoor, Waardoor ik begon te denken dat, boy, nee, echt een bidon. Snap je? En dan dat ik was stoeka bijna om je op te halen. Want ik zei, als ik de krant niet lees, ben ik dom. Ja. Als ik niet kan praten terwijl ze, ben ik dom. Ja. Dus op de duur gaat het je voeden en je hebt niemand met wie je kan praten over die situatie. Terwijl eigenlijk, waarom ik moest lachen, want ik dacht van, je gaat eigenlijk met iemand die niet bij je past. Maar he, je wilt maar het zo graag. Je bent jong, je bent dom, je denkt van, kijk, mijn tante zei het. Want dit was je tweede relatie, toch? Ja, tweede serieuze. Mm-hmm. Mijn tante heeft me iets geleerd en dat is mooi. Ze zegt, als je in een relatie wil stappen met iemand, moet je een lijst hebben.
Je moet een lijst hebben, zeker 10 punten. En van die 10 punten moet je zeker 7 hebben die goed zijn. Okay. We stoppen bij punt 3. Yeah. We stoppen bij, want we zeggen, hey, ik wil niet meer gaan zoeken, dit is hem. En dan blijf je 6, 7 jaar samen met die persoon en uiteindelijk werkt het niet. Maar terwijl je gewoon je voor lijstje. Niemand leuk, voor niemand leuk. Ja, je moest gewoon je lijstje afmaken, maar we stoppen bij punt 3 in plaats van 7 afmaken minimaal. Yes. Dus dat was het eigenlijk, voor ons beiden hoor, was het een les. Ik heb er geen spijt van dat ik met haar ben geweest, omdat het heeft me heel veel geleerd. Juist. Daarom ben ik ook de man wie ik ben vandaag. Daarom kon ik ook de man zijn van mijn vrouw, omdat die situatie heeft me bepaald. Voor de liefde van je leven uiteindelijk, toch? Ja. Want ik zou niet de man zijn voor mijn vrouw als ik niet met die andere dame was. Ja. Want ze heeft me echt heel snel, zonder dat ze het door had, is me heel snel op een niveau gebracht waar ik gewoon anders moet denken, anders moet bewegen. En het kwam goed uit voor mijn vrouw. Oké, dan ga ik verder op met dat lijstje van je tante. Die zegt je moet punten hebben. Ik ga je één punt vragen en ik wil jou beter leren kennen in de vorm van relatie tot man en vrouw. Oké. Als je nu moet zeggen, een type vrouw die absoluut niet bij mij past, is een vrouw die ik niet kan vertrouwen. Een vrouw die je niet kan vertrouwen. Als je verschillende verhalen hebt, je liegt veel, dat kan ik niet meer. Ik hou van open, eerlijk. En daarna kijk ik naar looks. Ja. En daarna is dat altijd zo geweest of is dat na ervaring? Het is semi hoor. Semi altijd zo geweest. Ja. Maar na mijn ervaringen. Waarom werkt het bij mijn vrouw? We logen niet voor elkaar, hoor. Echt, al doet het pijn, we zeggen het. Ja. Right? Dus dan is het oprechtheid. Je kan niet met iemand gaan die niet oprecht is. Omdat is ik dat oprecht ben, toch? Tot een zekere mate. Ik ben zo oprecht dat ik bepaalde dingen gewoon heb gezet in mijn boek, terwijl andere mensen het niet zouden zetten. Right? Ja. Maar ik vind van, als je de waarheid vertelt, moet je de waarheid vertellen. En ook al doet het pijn, is gewoon de waarheid. De waarheid is de waarheid. Okay. En niet dat ieder denkt zo. En helaas. Heb ik niet veel vrouwen meegemaakt die als mij denken. En mijn vrouw dacht als mij, daarom klikt het. Okay. Right? Dus zij is ook het vreet er van binnen als ze niet gewoon trouw kan zijn, eerlijk kan zijn. Ja. Zo ben ik ook, minimaal sribi. Right? Dus als ik een partner kan vinden die ook zo is, dan is het meegenomen. En dan pas kunnen we kijken, want ik geloof dat liefde de basis is. Ja. Liefde, eerlijkheid is de basis van alles. Ja. Alles. Uh-huh. Right? En dus dan kan je zaken doen, je kan je liefde delen met elkaar, maar gewoon liefde is gewoon basis, vind ik. Mm-hmm. Als je liefde hebt, kan je gewoon de wereld. Ja, als je dat niet hebt, ga je als iemand oprecht van je houdt en oprecht liefde geeft. Ja, en mijn moeder zei altijd, ga met iemand die van jou houdt. Juist. En ik snapte er niet waarom ze dat zei. Ja. Nu kan ik het snappen. Ja. Omdat ik ben zo. Als ik van je hou, dan hou ik van je. En dan maakt het niet uit hoe ver ik moet gaan om je te wezen dat ik van je hou. Dat heb ik gelezen. Ja? Je snap je? Ja. Maar als ik pech heb en ik geef de verkeerde liefde aan iemand die niet van mij houdt, dan ben ik... Daar komt het toxic over, maar die persoon wil niet met me zijn, zie mijn vorige relatie. Mm-hmm. Ze heeft het uitgemaakt, maar ik wou constant nog steeds met haar zijn. Dus ik deed alles. Over die dame waar we net waarover het hebben, right? Terwijl was het omgekeerd, hield ze eerst van mij en dan slaat mijn liefde over, dan zou het klikken. Dat is bij mijn vrouw gebeurd, right? Dus zij was eerst verliefd en toen heb ik overgenomen en toen klikte het. Okay. Maar dat was het liefde. Maar voor mij was, ik was verliefd. Ik hield van haar en zij was nog niet daar en ze is nooit daar gekomen. En wat gebeurde? Ik probeerde alles te doen. Ik ben wel forceer, Wansani. Ja, en dat is niet goed. Maar Loko, niet om persoonlijk over die dame te praten hoor. Ik heb dat boek gelezen toch? Mm-hmm. En wat voor mij opviel is dat Imabe Siki, Imabe Fadong, jullie waren op het punt naar het buitenland te vertrekken. Daar dame tak, laat je moeder, je zusje zullen naar haar kijken. Precies. Boy, als dat niet een red flag is, Mimang. Ja, maar dat leg ik je uit. Want je houdt heel erg van je moeder. Precies. Dat moet ik erbij zeggen. Ik hou van mijn moeder en ik hield ook van haar. Yes. En daarom zeg ik, ga met iemand die van jou houdt. Yes. Toch? Waardoor wanneer jij van die persoon begint te houden, dat het klikt. Yes. Right? Uh-huh. Dus nu kan ik zeggen, nu moet ik daarop letten. Want misaptak temitak, ik hou van je. Is het niet... Een speelgoed houden van. Ja. Is echt een lobby. En dan gaan we, als je me belt 3 uur in de ochtend, dan ik heb een probleem, ben ik daar. Uh-huh. Right? Ja. Maar je moet dat ook terugkrijgen. Juist. Right? En dat krijg je niet zo makkelijk. Dus je gaat moeten filteren. Daarom, dat iemand mijn hart nu wint. Mijn vrouw heeft die ladder zo hoog gezet. Uh-huh. Ik weet niet hoor, als het een vrouw gaat lukken.
Loco, 10 minuten in het gesprek, 7 keer mevrouw, mevrouw. Want dat was de liefde van je leven. Ja, als men een klein beetje een idee had of op mij kon kijken in mijn huwelijk, hoe het was, dat denk ik dat iedereen ongeveer hetzelfde zou willen hebben. Het is een mooi ding als dat huis vol zit met liefde. Alles wordt gedaan met liefde. Yes. Je eten wordt gemaakt met liefde. Huh? Mm-hmm. Die care is alles, die kinderen, everything was liefde. Je zou denken is vanzelfsprekend, maar niet per se. Er zijn heel veel households waar het niet liefdevol is. En wanneer, wat hadden we gemerkt, wanneer zij bijvoorbeeld het vertelt aan derden, dan willen ze niet geloven dat het zo is. En dan beginnen ze een verhaal te denken in hun hoofd van, iets is niet goed. Die man is zeker een hidden agenda. Hoe komt het dat wij het niet hebben? Buurvrouw heeft het niet. Yeah. Die mensen daar hebben het niet. Right? Yeah. Het is een uniek ding. Yeah. Dat je niet vaak. Ik denk dat twee mensen zoveel moeten hebben meegemaakt. Mm-hmm. Dat ze daar uiteindelijk bij elkaar komen en wat ik heb ervaren. Yes. Ik denk niet dat je het zomaar random. Je gaat nu iemand ontmoeten en that's it. En dan ga je dat. Ik denk het niet. Yeah. Ik denk het niet. Ik denk ook niet dat ik het eerder zou hebben ervaren als ik niet had meegemaakt wat ik had meegemaakt. Yes. Dus omdat ik zoveel errors heb gehad en zij zoveel errors gehad, konden we gewoon echte liefde geven in dat huis. En het was een mooi ding. Dus ondanks jij dacht van, had ik je maar eerder ontmoet? Mm-hmm. Jullie moesten elkaar niet eerder ontmoeten. Nee, die timing was de timing. Timing. Jullie zouden misschien eens ready zijn voor elkaar. I get that. Oké, Loco. Als ik naar al mijn relaties uit het verleden kijk, dan is dit het meest negatieve wat ik over mezelf heb geleerd. Mm-hmm. Het meest negatieve dat je zegt van, oh, dit aan mij, als ik naar mezelf kijk in die relaties, hier kan ik groeien. Niet opgeven. Dat vind je negatief? Niet opgeven wanneer iemand zegt ze wil niet. Oké, ja. Dat vind ik zo toxic van mezelf. Ja. Maar omdat ik zoveel van liefde hou. Daarom wanneer ik zeg ik hou van je, hou ik echt van je. Ja. Right? Maar ik moet een scheiding gaan maken tussen, die persoon moet ook van je houden. Mm-hmm. Om te kunnen zeggen, snap je? Maar als die persoon niet van je houdt, moet je kunnen loslaten. En daarmee heb ik moeite mee, loslaten. De laatste chick met wie ik wat had, ik zeg chick, vergeef me. We praten gewoon. Ja, daar heb ik weer mijn gedrag getoond en die persoon heeft me echt beledigd, echt onheus behandeld. Ja. Dat ik zelf zeg van, ik moet uiteindelijk stoppen hiermee. Dus ik hou ervan om de vinger naar jezelf te wijzen, toch? Ja, ik ben daarvan. Dus als je naar jezelf wijst, zeg je van ik moet echt hiermee stoppen. Ja, want die dame heeft me echt op verschillende manieren gezegd en getoond dat ik moet wegblijven. Ze heeft mezelf gezegd, ik heb je zoveel keer weggejaagd, wat doe je hier? En dat was voor mij, is het toch? Niet zo aan man. Nooit heeft me vooral me zo behandeld. Niemand heeft me ooit zo behandeld. Nou man, Mika loopt van idee, maar ik kan niet accepteren dat iemand me zo behandelt. Okay. En toen heb ik gezegd van nooit. Als we dieper gaan, want jij zegt niet zo aan man. En als je aan jezelf moet verklaren waarom je keer op keer weer ben je erachter gekomen, waarom je keer op keer ben je zo behoeftig aan liefde. Dat je zelf bereid bent jezelf te mishandelen, te offeren. Ik ben bezig het te veranderen, maar ik heb wel uitgevonden, ik wil niet alleen zijn. Dat is hem. Ja, ik ben eerlijk. Sommige mensen kunnen alleen zijn, ze kunnen alleen naar de mall, ze kunnen alleen gaan racen. Ik wil het niet. Het is saai. Toch? Ik zie het nut om een conversatie te hebben met mezelf. Ik snap het. Er is een verschil tussen je hebt een druk liefde en je wil even alleen zijn. Juist. Er is een verschil tussen dat en gewoon kiezen van ik wil geen relatie, ik wil gewoon alleen zijn, ik wil alleen mijn dingen doen. Ja. Ik ben niet zo iemand. Ik hou ervan om met mensen te zijn. Ik hou ervan om mensen om me heen te hebben. I like to have a conversation. I like to plan lovely things. En dingen had het ooit iets gezegd. Toen snapte ik van, ik ben niet alleen. Tyrese Gibson. Mm-hmm, er zijn mensen als hem, vooral als ze uit een traumatische situatie komen, moeten ze niet alleen zijn. Ze moeten niet alleen zijn. Want je kan gekke dingen doen. Niet iedereen is mentaal sterk genoeg om die eenzaamheden, al die dingen te verwerken alleen. Je hebt mensen om je heen nodig. Maar het is gevaarlijk toch, als je iemand nodig hebt om te helen of om stabiel te zijn? Ja, ik zou het niet zo zeggen.
Ik zou niet zo, als ik kijk, laat me praten over mezelf. Ik vind niet dat ik iemand nodig heb om te healen. Ik vind dat ik iemand nodig heb om leuke dingen te doen. Ja. Die ontspanning, mm-hmm. right? Als ik terugkijk naar toen het pas was gebeurd, dat mevrouw is, kwam te overlijden. Mijn zoontje die bleef bij zijn oma, mm-hmm. omdat hij tussen zijn zusters wil. En zijn zusters wonen bij die oma. Ja. Dus die kinderen mogen niet meer naar mij. Right? Dus ze moeten dan bij hun oma blijven. En jij bent niet de biologische vader van die, zusters. Twins, okay. right? Maar ik kan het hem niet ontnemen yes. om te zeggen, nee, je mag niet bij oma gaan. Ja. Right? Ja. Maakt niet uit wat ze hebben gedaan. Mm-hmm. Het blijft zijn mensen. Dus yes, ik moet gewoon ten alle tijde gewoon neutraal blijven. Ondanks alles. Dus en slikken? Ja. Ah, ja. Dus dat is hoeveel liefde ik heb. Wanneer ik zeg, ik heb liefde. Voor je zoon. Ja. Dus ik vind dat zijn happiness belangrijk is. Dus hij is bij zijn oma. En ik kan me nog heugen toen het pas gebeurde. Heel Suriname was in rep en roer. En op een gegeven moment... Even voor de duidelijkheid hoor. Jouw vrouw is onlangs, niet zo lang geleden, overleden. Ja, vorig jaar. Aan een zware vorm van kanker, toch? Ja. Is ze overleden. Ze had borstkanker en het was uitgezaaid naar de hersenen. Juist. En ze heeft het vroeg ontdekt, maar ze hebben ons gezegd dat het niks was. Ja. En toen is ze in verwachting geraakt en bijvoorbeeld de laatste week of drie weken van de zwangerschap ontdekte ze dat het groter is geworden. Een knobbel die ze voelde. Ja. En dan heeft ze de gynaecoloog ingeschakeld. De gynaecoloog heeft alle testen laten doen en dat bleek dat het borstkanker was. Juist. En dan toen moesten we voor verder onderzoek en het bleek dat het al uit de lymfeklieren was. Ja. En voor de mensen die niet weten wat betekent uit de lymfeklieren. Als je borstkanker hebt en je hebt geluk dat het nog in je borst is, kan je kiezen om je borst te amputeren of knobbel weghalen. Mm. Maar op het moment dat het uit je lymfeklieren is, naar je oksels en een heleboel klietjes zijn daar, betekent dat het al ver weg is en dat je niet weet waar het is. Het gaat meestal of naar je longen of naar je hersenen. Oh, ja. Dus het was al laat. Mm-hmm. En los van dat het laat was, hebben ze er gevraagd om chemo te doen met onze zoon in de buik. En ik kan me nog precies heugen dat ze gewoon even zegt, ik ga liever dood dan dat ik gif neem met mijn zoon in mijn buik en ze vond, want ze wou al lang een zoon. Juist. Ze heeft twee dat meisjes. Twee meisjes? Ja, dus ze wou een zoon en nu kreeg ze een zoon en nu moet ze gif en die jongen. En ze zei nee, dat gaat niet. Ja. Dus ze gaat liever dood dat ze dat doet. Ja. Maar uiteindelijk na pressie, weet je toch, die spanning, en, zag ze dat een paar vriendinnen van haar die ook borstkanker hadden, die gingen allemaal één voor één dood aan de chemo. Yes. Dus ze heeft gekozen van ik ga geen chemo doen. Mm. Right? Mm. Ik ga liever op de natuurlijke manier. Er zijn een heleboel mensen. Er zijn alternatieven dan chemo. Ja. En toen koos ze voor alternatief en toen is ze een heel jaar dat gedaan. Mm. Maar helaas leek het niet te helpen. Mm. En is het ontdekte ze dat het nu groter in de hersenen was. Het was blijkbaar al naar de hersenen, maar door een jaar lang verder is het gaan groeien. En is het, toen moest ze operatie doen, snel. Ze hebben ons gezegd, ze kan niet bestralen hier. Je moet opereren, dus ze moest operatie doen. Na de operatie bleek het succesvol te zijn. En toen hebben we besloten van, hey, wacht, de alternatief werkt niet, we moeten toch naar de arts. Mm-hmm. Maar toen besloot ik dat wat er normaal gebeurt in Suriname is dat de caregiver en de patiënt die gaan naar de arts en die luisteren gewoon wat de arts heeft te zeggen en gaat gewoon met de flow mee. En ik wou niet zo iemand zijn. Ik wou weten waarover die arts praat. Ik wou weten als er andere alternatieven zijn in de medische sector. Mm. Dus ik kwam erachter dat er een therapie was, ze noemen het metabole therapie en metronome therapie. Dat zijn tabletten gebruiken die in principe niet bestemd zijn voor kanker, maar zijn voor andere. Maar de jippie. Ja, ze doen, ze doen een bepaalde cocktail, no? Ja, is een cocktail. Ja. Ze doen bepaalde, ze blokken bepaalde pathways van je kanker. Ja. Bijvoorbeeld, geef een simpel voorbeeld. Als je biologie van kanker kent, dan voed je kanker op suiker. Ja. Right? Dan heb je een suikerblokker en dat noemen ze, dat gebruiken die diabetes. Oké, right? Oké. Nee, als je goed kijkt, dan gebruik je kanker gebruikt behoorlijk veel cholesterol, want het moet uitzetten, vet. Dus dan heb je een cholesterolblokker, mm-hmm. toch? Die je erbij zit. Dus zo zijn er
een aantal tabletten die je kan gebruiken om die metabolisme van je kanker gewoon te stressen. Mm-hmm. Samen met je voeding en je lifestyle. Waardoor die kanker gewoon geen ruimte kreeg om zijn ding te krijgen. Want je blokt gewoon die pathways. Dus toen gingen we naar de oncoloog en hij kwam erachter. Of ik kwam erachter dat hij al een jaar hiermee bezig was. Dus we waren samen zo enthousiast. Dus van, hey, maar ik wist niet dat die tabletten hier erbij horen. Dus zo waren we beide bezig om een echte cocktail bij elkaar te zetten. Ja. En mevrouw, ik weet nog, mevrouw keek naar ons. En wat uniek is in Sune? Ja, het is uniek in Sune. Ik bedoel, die benadering. Ja. Een dokter checkt van, hey, is er misschien een andere? Ja. Terwijl jullie precies met hetzelfde bezig zijn. Waarom doen ze dat? Omdat gezien de situatie in Suriname, medische dingen, zijn er vaak geen tabletten, zijn vaak geen chemo. Dus je moet naar alternatieven zoeken. Ja. Dus deze arts is slim genoeg om te kijken naar, oké, wat kan ik binnen mijn vak, wat doen ze in het buitenland dat past als ik dit niet heb, als ik dat niet heb. Dus zo kwam ik op het juiste moment bij hem en toen heb ik een cocktail in elkaar gezet voor mevrouw. En na 4 weken was die tumor van de borst zo gezakt. Juist. Ik was zo blij. Klopt. Dat was al een miracle. Nee. En geef om mijn hoop. Want een heel jaar hebben we met alternatieven geprobeerd voor zakken aan tumor. Ja. En dat lukt. Even kort, welke alternatieven kort? Voeding hebben we aangepast, geen suiker, al die dingen. Ja. Echt, een heel jaar strikt. Net de politie was ik achter de tak. Hé, hou je weet toch. We kregen soms ruzie in dat huis. Maar je weet toch, ik zeg, we gaan het redden. Maar nu, na 4 weken cocktailgebruik, echt letterlijk, we hebben al die papieren. En tot die tijd constant geen hoop van? Nee, en toen was er ineens hoop, ineens, en ik was zo blij en ik zei van, mensen moeten weten. Ja. Ik zei, Giri, mensen moeten weten, je hoeft niet meer zware... Mensen moeten dit weten. Ja, je hoeft geen zware chemo meer te doen. Mm. Je kan gewoon bij die arts gaan en hij gaat een cocktail in elkaar zetten als je dat natuurlijk vraagt en als je in aanmerking komt natuurlijk. Maar je moet wel oppassen hoe je dat brengt natuurlijk, want je kan zeggen, dit is onze ervaring. Ja. Dit is onze ervaring. Precies, dan moet ik gelijk zeggen, dit is onze ervaring. Dit was jullie ervaring. Ja, en van velen in het buitenland. En met die arts die ook enthousiast was erover. Je kan het niet zomaar doen, dus je moet het met de oncoloog doen. Nee, je moet kijken als je nieren, je lever, al die dingen intact zijn. Dus je kan het niet gewoon met een normale arts doen. Je moet gewoon met een specialist doen. En hij gaat je zeggen als je in aanmerking. Maar wacht even. Voor de duidelijkheid wil ik even erbij zeggen. We hebben het hier, want we gaan nu richting het eind eigenlijk. Mm-hmm. En dat is natuurlijk je vroegste herinnering. Mm-hmm. Helaas is dat de laatste herinnering die je met je vrouw hebt. Ja. Maar we hebben het hier over de liefde van je leven voor de duidelijkheid. Ja. Want dit was je liefde van je leven, toch? Ja, mijn vrouw. En elke dag werd ik wakker en ik zei, vader, hoe is het nou? Mag dit? Volgens mij dag 1 zei je, ik hou van je, als het niet dag 2 was. Het heel vroeg. Ik bedoel, binnen zes dagen. Binnen zes dagen heb je gezegd, ik hou van je. Ja, maar is heel veel gebeurd binnen 6 dagen. Binnen 6 dagen had je over, ik ga met je trouwen. Ja, omdat we individueel al veel hadden meegemaakt. Wat je zei, die arrows al, zodat je was waar je was, zij was waar zij was. Ja. Waardoor jullie konden zijn waar jullie moeten zijn. Eén keer klik. Waarom ik het belangrijk vind om dat te zeggen, want jouw laatste herinnering is natuurlijk, maar dat was zij niet en dat waren jullie samen niet. Nee. Het is wel een heel belangrijk onderdeel van jullie verhaal. En nog belangrijker is om mee te geven dat dit allemaal publiekelijk gebeurt. Want jij bent een bekend persoon in Su. Ja. Zij is een bekend persoon en iedereen zit bijna in jullie relatie, zou je denken. Ja, maar dus dat is meestal daar zo. Daar kom je niet omheen. Ja, dat is meestal zo als je... Ja. je... Maar dat is een belangrijke detail om te begrijpen waarom jij praat over ik ben moe. Jij zegt dat lichamelijk, maar ik denk dan ook vooral geestelijk. En tot de dag van vandaag hebben mensen iets te zeggen over je relatie en hoe dat wel of niet is gelopen. En met wie ik wel of niet mag lopen en zijn. Ja. Alles, en of je wel weer verliefd mag zijn of als je voor altijd moet rouwen. Of als ik voor altijd of over 3 jaar pas, is men bepaald. Jij mag niet meer bepalen. Ja. Dat is het nadeel. Dat is een van die dingen waarmee je rekening moet houden als je publiekelijk figuur bent. Maar ik wil in die liefdetory blijven, even van jou en je vrouw Cheryl. Mm-hmm. Want het was je liefde van je leven. We hadden het net over die dame die eigenlijk niet verliefd op je was, maar je ging full. Mm-hmm. Dan kom je dus een vrouw tegen die ook bereid full is te gaan en jij gaat full. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. Dat was het toch? Ja, dat je eindelijk iemand had die eigenlijk op dezelfde tempo en in dezelfde flow als jou ging. Ja, ik denk dat is toch? Ja, zo is het te gaan. Oké. Daarom geloof ik sterk dat ga met iemand die van jou houdt. Misschien is het niet voor iedereen zo, right? Maar mij loopt tranga. Je hebt tranga lobby? Ja, mij loopt tranga. Dus mij loopt tranga. Dus mij loopt tranga. Dus
voor mij moet ik extra voorzichtig zijn wanneer ik zeg van ik hou van je of je bent mijn mattie. Hetzelfde met mattie. Ja. Ik zeg geen mattie meer, dat heb ik laatst ontdekt. Ik zeg niet meer zomaar mattie. Okay. Omdat mattie voor mij betekent heel anders dan mattie voor de persoon. Ja. En uiteindelijk nam je lassie, ik leed eronder en ik zeg van nou, ik heb diezelfde energie nodig. Voor mij is het heel simpel, dat woord vriend mattie, of je ziet het als een makkelijk ding, of je kijkt er heel duur naar van nou, mina kari mi mattie zomaar. Ja, precies. Of ik noem iedereen mijn vriend, maar ik ben toevallig zo, mina kari mi mattie makkelijk. Mina trangen loop je met alles. Ik moet het hebben kunnen zien, het moet zich hebben bewezen. Ja. Maar hetzelfde geldt ook tegenover een vrouw. Precies. Maar Juna, dag 1, ik hou van je en ik ga voor je, maar dit denk ik. Ja. Maar bij mij moet ook dat zich bewijzen, mijn man. Precies, precies. Want mijn vrouw is dat vanaf het begin bewezen. Ja. Het is gelijk klein. Tot aan het eind eigenlijk. Tot aan het letterlijke. Weet je hoeveel mannen zo'n vrouw in de steek hadden gelaten? Met al die spijt. In die situatie? Ah, met al die spijt om heen. Mensen laten die vrouw gewoon alleen laten ze horen dat ze kanker heeft. Gaan ze weg. Ja. Right? Ik ben gebleven ondanks alles, alle bullshit eromheen. Mm-hmm. Everything. Met alle publieke dingen ben ik nog steeds gebleven. En met alle bullshit eromheen komt ook bij dat externe factoren. Dus mensen van buiten, familie en zo, hadden ook invloed op je relatie. Ja. Hoe dan ook. En dat heeft te maken met het karakter van je vrouw. Ja, ja. Mijn vrouw hield van veel mensen. Ze hield van iedereen. Zelf als je niet van haar hield, hield ze van je. En ze hield ervan om haar leven te delen. En dan kom ik weer erop. Ons huis was harmonie, het was mooi. Mm-hmm. En het is een uniek ding, omdat je het niet overal ziet. Ja. Je ziet het niet overal. Bijvoorbeeld, het is een simpel voorbeeld. Met een van die chicks met wie ik was, die zei van, ik kan wel iets van je leren. Mm-hmm. Want ik zie dat William, dus mijn zoon, om de 5 minuten naar je komt en zegt van, papa, I love you. En ik geef je een brazen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik heb heel lang, of bijna nooit gezegd dat ik van mijn kinderen hou. Dus ja. Tegen hun? Ja. Waarom? Ze heeft het niet gekend. Okay. Dus het was voor haar heel uniek om te zien dat mijn zoon om de 5 minuten naar me kwam. Ze zei, papa, I love you. En ik geef me een zoen. En dan gaat hij weer spelen. Ja. Dus ze zei van, ik kan dat van je leren. En toen zag ik dat ze dat begon te doen met haar kinderen. Als die kinderen gaan slapen. Okay. En, weet toch? Ja. Dus ik zie dat het niet vanzelfsprekend is dat het, dat het gebeurt bij de mensen thuis. Ja. Dus wanneer mijn vrouw zo enthousiast vertelt wat er allemaal gebeurt in het huis, dan komt het over bij mensen die het nooit hebben ervaren, die het waarschijnlijk ook nooit zullen ervaren, komt het nep over. Dat is het enige woord. Gemaakt. Ja, het komt gemaakt over en het een idee hebben dat nou, er is een hidden agenda. Het kan nooit dat het zo is zoals het vertelt. Ja. En hij moet een hidden agenda hebben. Ja. Right? En helaas, ik heb niet gepland om samen met mijn vrouw te gaan wonen. Ja. Trouwens, ik heb het ook geschreven in mijn boek. Ja. Ik heb niet gepland samen met mijn vrouw te wonen. Maar mijn vrouw was net als mij, was een klingie. Mm-hmm. Right? Als ik eventjes heb gevoeld hoe het is om samen met je te zijn. Let's go. Gelijk is een 4 of is een 5. En ik was toen de tijd was ik bezig met commercials. Ah. Ik had geen plannen om in Suriname te wonen. Nog steeds niet. Ja. Dus ik had geen ambitie om een huis of een perceel te kopen hier. Dus ik had, het enige wat ik had was mijn dure camera-spullen, mijn laptop en mijn auto. En voor de rest had ik mijn paspoort en ik was 3 of 4 keer op vakantie. Mm-hmm. Right? Nu ga ik met een vrouw die eigenlijk al een huis heeft. Mm-hmm. Right? Mm-hmm. Dus ze heeft al alles. Het enige wat miste was liefde. Yeah. Dus ik kom daar aan. Ze had ook virus. Dus ik zeg, ik kom je helpen en ik kom er helpen en die kinderen waren gelijk verliefd op me, zij was gelijk verliefd op me, ze zag gewoon van, hé, ik heb deze man echt nodig in dat huis om te helpen. En toen is ze me gesmeekt om niet meer weg te gaan en ik ben tot de dag van vandaag niet meer weggegaan. Ja. Ik zei erop, hé, mijn schat, ik wil naar Aruba, ik wil weg, ik wil andere liefde van me. Dus als we iets beginnen, hou wel rekening dat we weggaan. Ja, right? Ja. Dus ik heb er altijd gezegd, toen werkte ze bij een groot bedrijf. En ze zei van ja, oké, als ik zwanger ben, dan gaan we stoppen met werken en dan gaan we ons eigen ding doen. Dus ze heeft alles gepland. Binnen 4 jaar heeft ze alles gehad wat ze wou. Ik zou je wat zeggen. Ik heb een boek gelezen van jou, alleen omdat ik wil niet eens over dat boek hebben, maar er zitten een paar interessante dingen tussen waar ik wel benieuwd naar ben. Dus we gaan sowieso een paar dingen behandelen. Mm. Maar ik heb het gelezen, ik ging het lezen, ik dacht van, mooi, lees dat boek, die is verplicht. Maar dan komt een moment dat het me pakt
En dan heeft het me niet meer losgelaten. En dat heeft te maken met karakter. Mm-hmm. Ik ben heel erg van karakter. Mm-hmm. Dus maakt niet uit wat jij daar schrijft, want jij hebt het geschreven. Mm-hmm. Je kan het kleuren zoals je wil. Mm-hmm. But I read between the lines. Mm-hmm. En er zijn een paar dingen die ik mooi vond. Dat ik zei, oh, volgens mij die snamma echt. Mm-hmm. Begrijp je? Zoals ik zeg, iedereen heeft een mening over Welles. Mm-hmm. Ik ook lichtelijk, iedereen is normaal toch? Mm-hmm. Maar daar zag ik, volgens mij is dit die man. Ik heb jouw vrouw niet gekend, maar daar las ik ook iets en dat vond ik zo mooi. Uh-huh. Dat was toen ze een operatie had gedaan. Uh-huh. Dat was goed gegaan, yeah. Het was verwijderd, yeah. Die tumor. Yeah. En dan werd ze wakker. En ik had de beloofd dat ik daar zou zijn. Dat je daar zou zijn, maar dat bedoel ik niet. Oké, okay. Wat ik mooi vind is, dan pakte ze de telefoon en jij ziet ze drukt de code in. Yeah. En jij wordt blij, want je denkt, oh, ze onthoudt de code, yeah. De Afara. Yeah. Dan werd je blij. Yeah. Maar die Aksing, hoeveel kinderen heb je? Ze zegt 3. Ze zegt, boy, ze weet het nog. Je zegt, wie ben ik van je? En ze zegt, mijn man. Nasaan dat nak me. Ja. Ja. En zo, en het is de enige vrouw, los van mijn moeder. Ja. Het is de enige vrouw in mijn leven die zo trots is geweest om met mij te zijn. Oh. Is de enige. De enige die constant aan iedereen het kenbaar maakte dat... Nee. Dat is mijn man, yeah. Je moet mijn man respecteren. Want ze wist hoe ik voor haar was. Yeah, yeah, yeah. Right? Yeah. En ik vond het zo mooi en ik moet eerlijk zijn, ik heb het niet zo ervaren totdat ze kwam te overleden. Want dan heb je tijd om na te denken, je hebt tijd om te reflecteren. Ik keek naar op telefoon, ik heb de telefoon bij haar. Ja, bij maar lukt dat dan? Lukt dat? Ja, ik kijk anders nu. Oh, ik kijk heel anders. Ik kon voorheen niet, maar nu kijk ik anders daarna. Ik word blij. Ja. Wat toch? Bijvoorbeeld, er is een video waar ze haar haar moet scheren voor die chemo. En dat ze dan vertelt in camera. En dat ze zei van, ja, mijn man heeft me geholpen om mijn haar te scheren. Mijn man. Ja, je, ja. Je ziet hoe ze glimt. Ja. En dat nakt je meer dan ooit. Ja! En dan denk ik, damn! Dat kind heeft mensen echt van me gehouden. Uh-huh. Right? Uh-huh. En dan zeg je, wauw. Ze heeft de ladder zo hoog gezet, ja. Right? Ja. Ik zie gelijk red flags. Ja. En ik denk niet dat ik iemand ga vinden. Ik denk het niet. Waarom? Omdat je moet heel veel hebben meegemaakt om diezelfde liefde, diezelfde energie te kunnen geven zoals ze het heeft gegeven. Ja. En hoe vaak hebben mensen zoveel meegemaakt? Ja. En hoe vaak ontmoet je dan de juiste persoon om het te geven. Ja, ja, ja. Het komt niet vaak voor. Ja. Dus ik heb door dat ik waarschijnlijk het misschien heel lang gaat duren voordat ik iemand ontmoet met dezelfde energie. Want het is niet normaal wat we beide individueel hebben meegemaakt. Ja, ja, ja. Je maakt het niet zomaar mee, zoveel stress. Maar zoveel je gaat jezelf moeilijk maken als je blijft vasthouden. Want het was mooi, het nakt je. Kijk, tuurlijk, dan ga je iemand niet de kans kunnen geven. Nee, kijk. Ik heb zoiets van, ik wil niet alleen zijn, right? Ja. Maar ik weet wel wat ik waard ben. Oké. Right? En ik kan niet zeggen dat ik het niet heb geprobeerd. Wat ben je waard? Ik ben waard om gewaardeerd te worden zoals een echte man gewaardeerd moet worden. Durf jij over jezelf te zeggen, je bent een echte man? Ik durf te zeggen dat ik 99% een man ben die elke vrouw zou willen. Daar heb ik het niet over uiterlijk. Ik ga het nog mooier voor je maken. Ik wil dat je een zin afmaakt. Nu we hier zijn. Ik ben absoluut niet perfect. Mm-hmm. Maar dit is wat mij een catch maakt. Ja, ik ben niet perfect. Wat maakt jou wat een catch? Wat maakt mij een catch is dat ik weet hoe ik moet omgaan met een vrouw. Als jij mijn vrouw bent, dan ben je mijn vrouw. Ja. Right? En dan weet ik precies wat ik moet doen om je vrouw te laten voelen. Right? Ik geef een simpel voorbeeld. Dit is een beetje inberentorie van ons, maar een simpel voorbeeld van hoe de andere man erover zou nadenken. Mm-hmm. Mijn vrouw, ondanks ze kinderen had, ondanks ze mensen om haar heen had, was er een... iedereen heeft een slechte eigenschap. Ik heb zoveel. Maar een van die slechte eigenschappen van mijn vrouw was dat ze niet goed wist om te gaan met geld. Mm-hmm. Right? Bijna iedereen heeft het, right? Veel mensen hebben het. Ja. Maar voor ons was het belangrijk dat we at some point moeten weten hoe we omgaan met geld. Dus ik kwam in het huis
En mijn vrouw had destijds heel wat achterstanden. Right? Ondanks ze zong, ging ze niet goed om. Dus ze kon het niet goed managen. Nee. Ze zingt, ze kreeg geld. Je vrouw was een performer. Ja, ze zingt, ze kreeg geld. Dan betaalt ze dit. Maar dan is er nog iets. Dus elke keer is er... Snap je? Mm-hmm. Dus ik kwam in die tori. En ik merkte dat. En ik zei, schat, kom zit. Toen heb ik gewoon al de financiële dingen op in een sheet gezet. Ja. Ik heb gezegd, vanaf vandaag hoef je niks meer te betalen. Ik neem het over. Oké. En ze keek naar me. Ik zeg, ja. Ik zeg, what's the point van mijn man zijn in dat huis als ik niet kan providen voor jullie? Is dat iets wat je vindt dat een man moet doen? Ik vind dat een vrouw die het moet waarderen. Ze moet het waard zijn, natuurlijk. Right? Ik vind als je vindt dat je vrouw is, dan mag je niet uit als ze 100 kinderen heeft met wat. Ja. Je hebt gekozen voor die vrouw, je hoofd van die vrouw, je ziet de toekomst van die vrouw. Ja. Dat betekent dat je taak als man moet overnemen. En helaas was dat, in dat geval moest dat gebeuren. Dus ik heb al de schulden overgenomen. Dus je hebt een beetje organisatie in alibi gebracht wat betreft financiële blij. Verantwoordelijkheid. Ze was heel blij. Okay. Ik heb gezegd, het enige wat je nu moet doen is gewoon leven en ga genieten van je zang. Wat je heel van zingen, ga. Gelukkig ik heb er vanaf dag 1 tot het laatst, heb ik er gebracht naar elke dingen. Optreden. Elke optreden. Casino's, man. Ze was zo blij om te zingen. En je zag gewoon. En dan kon ze doen wat dus ze wilde. Dus je ondersteunde haar ook in haar passie. Ja, ja. En zij ondersteunde me mentally. Ik zou je net vragen, wat is het dat zij heeft gedaan mentally, tot de laatste dag? En er zijn heel veel mensen die me zeggen, ja, je gaat niet een vrouw vinden als dit, dat, noem maar op. Kijk nou. Zij weet, omdat ze zoveel had meegemaakt, wist ze precies hoe ze met een man moest omgaan. Hoe ze met mij moest, laat maar zeggen, met mij moest omgaan. Ja. Ze wist precies wat ze moest doen, wat ze moest zeggen, om mij het gevoel te geven, nou, mine las, meteen ja. Right? Okay. Je weet als man, wat je nodig hebt, naar je hebt die bevestiging ervaringen. Nodig, als man, dan van je vrouw, om te weten dat ik mine las, meteen En ze wist het gewoon heel goed te doen. Ze wist gewoon om te gaan met hoe praat ze met me, right? Heeft ze een bepaald respect voor me, right? Hoe kijkt ze naar me, hoe praat ze over me bij de mensen of bij mensen, right? Hoe laat ze de wereld me zien? Al die dingen maken uit hoe die man met je zou omgaan. En ze heeft het heel goed gedaan. Daarom is ze binnen 4 jaar getrouwd. Ze heeft een kind gehad, maar ze is helaas ziek geworden. Maar ze heeft alles gehad dat heel veel vrouwen waarschijnlijk niet gaan krijgen. Omdat ze, wat ik heb gemerkt met de afgelopen dames met wie ik contact heb, is dat ze er is een soort feminist ding nu tegenwoordig, dat die vrouw denkt dat ze net een man kunnen zijn. Right? Okay. En ze denken dat het stoer is en dat dit is het moment waar die comments komen. I love it. Ga verder. Snap je? Ze denken dat het is. Dit is how it's going to be. Nee. Yeah. Ja. Het is niet zo. Ja. Ik zeg niet dat je onderdanig moet zijn aan die man. Nee. Maar die man heeft een taak. Ja. Die man zijn taak is providen. Nee. Als jij dat van hem afneemt door hem te kleineren. Om te zeggen, eigenlijk heb ik jou niet nodig. Ja. Then what are you doing? Mm-hmm. Wat moet die man nou doen? Dus die man is alleen goed voor seks en that's it. Hij moet als een slaaf alles doen, maar je geeft hem het respect niet. Als je die man... Is dat wat je hebt ervaren na je vrouw? Ja man. Okay. Ja, heel slecht man. En is dat iets wat je ervaart hier in Su? Ja. Of ook op Curaçao? Op Curaçao ook, op Curaçao. ik wil iets vertellen. Want ik kan het je niet houdt vertellen. Van Curaçao, by the way. Je houdt van dat eiland. Ja. Ik wil iets vertellen, maar het heeft te maken met iemand die ik niet in beeld wil brengen. Dus ik laat die door. Maar ik je heb kan het niet vertellen zonder diegene. Ja, want waarom maak je me warm voor iets wat je niet gaat vertellen? Ja, dus ik denk er nu aan. Okay. Er is heel veel gebeurd in mijn leven. En ik zei altijd, mijn leven is... Wat is het scenario? Wat is de core van dat je heeft teleurgesteld? Of dat in... Er is een chick die me leuk vond. Zo leuk dat ze met me wil trouwen. Ja. Alleen zodat ik... Nou wel, een stijl dappé. Ze vond me zo leuk dat ze... bereid was met me te trouwen, zodat ik daar kon blijven met haar op het eiland. Okay. Dus als iemand zo ver gaat, dan zeg je, nou, als maar, dit is een lobby echte. Nee, je model dat is zijn lobby. Maar achteraf gezien, was dat niet het geval. En ik kan niet meer erop ingaan, want dan
Want dan gaat die persoon in problemen komen en dat wil ik niet. Dus ik heb wel dingen. Maar achteraf... Maar het was niet zoals het werd geschetst. Nee, en die scenario, als ik je vertel, ga je off-camera vertellen. Okay. Als ik je vertel, oh my god, die scenario was, het was te gek. Het leek bijna stand-up. Dat Koliba gedeelte dat. Mm-hmm. Maar wat ik wel zie, de referentiekader is altijd de liefde van je leven. Ja, ja, ja. Heeft dat geen impact op alles wat hierna komt? Ik denk het wel, het zal altijd de impact hebben. Volgens mij spreek jij het nog ook uit tegen een dame die je pas hebt ontmoet. Ja. En ik zeg niet dat ik altijd, of dat ik mijn vrouw ga vergelijken met, want dat kan niet. Enkel vrouw al. Nee, maar misschien doe je het onbewust. Nee, ik doe het niet onbewust. Mensen zeggen dat, maar dat is het niet. Je moet goed begrijpen. Read between the lines. Ik zeg, ik weet hoe ik behandeld wil worden. Ja. En dat niet te zeggen dat je als Cheryl moet zijn als mevrouw. Ja. Maar ik ga toch niet met een vrouw zijn die me zit uit te schelden en me te beledigen en me van alles en nog wat te zeggen, terwijl mijn vrouw dat nooit heeft gedaan. Ja. Dat is een van die simpele dingen. Ja, right? Ja, ja. Ik ga niet met een vrouw zijn die niet trots is om met me te zijn. Juist. Terwijl mijn vrouw wel trots was om met me te zijn. Dat bedoel ik met dingen. Ik zeg niet dat je als mijn vrouw moet zijn, maar zijn wel reële, legit dingen waarop je moet doen. Dat is wat ik zei, maar, je moet een lees hebben. Adayu, als je daar dan toch voor kiest, dan ligt het toch aan jou. Als jij toch gaat mengen met zo'n dame. Nee, maar daarom zei ik zie het gelijk nu toch? Okay, nu zie ik het gelijk. Dus dan kap in direct? Ja. Maar vroeger kapte je niet direct? Nee, met taal hoorde omdat ik vind van ik ga je niet beter vinden. Ik was altijd van liefde, echte liefde is raar te vinden. En als er iets is dat lijkt erop, dan moet ik het houden. Want ik ga het niet meer, ik ga het niet beter vinden. Snap je? En dan bleef je in die denkie. Maar jij vertrekt wel altijd, en ik vind dat op zich mooi, hè, want ik was niet per se zelf zo, misschien nu wel. Jij vertrekt altijd van kijken of we met elkaar kunnen zijn. Mm-hmm. Vanaf hier tot altijd. Mm-hmm. Jij gaat niet voor een, tenminste zou wel zo zijn, maar... Ik ga niet voor een one night. Jij gaat gelijk van, kunnen we samen zijn? Ja, daarom... Wat heel veel vrouwen afschrikt, by the way. Precies, kijk. Ik heb het geleerd van iemand op Curaçao. En hij zegt, als je niet zegt wat je wil, ga je niet krijgen wat je wil. En dat is me altijd bijgebleven. Ja. Ik zeg, he makes a valid point. Ja. Als ik niet zeg wat ik verwacht in een relatie, kan ik niet ervan uitgaan dat die persoon weet wat ik wil in die relatie. Dus ik zeg het gelijk. Gelijk, direct. Ja? En wat ik heb gemerkt, wat er gebeurd is van, oh, ik hou ervan, je bent wel straight to the point. Maar dan schrikt het ze af. Yes. At some point. Right? Of ze denken van, je mix dat niet. Snap je? Het kan ook nep zijn. Snap je? Er zijn enkele die zeggen van, oké, ik ben ook zo. Maar wat ik merk is dat ze zeggen, oh, I like it. I like the way you're thinking. Yeah. Maar dan trekken ze weg. Omdat het te real is voor ze. Het is niet normaal dat iemand gewoon zegt van, hey, ik vind je echt leuk. En dit is hoe we elkaar zien. En dit is waar we willen zijn over 3 jaar. Het is raar. Geen enkel man, ik denk niet dat dat doorsnee man. Maar dat was wel gelijk die flow van jou en de liefde van je leven. Want zij was ook zij zo. Zij was in diezelfde flow. Zij was ook zo. Ik wil dit. En alles matchte wat we wouden. Ja. Right? Waardoor het was gewoon in één keer. Het was te gek. Dus daarom zeg ik, het is raar. Jullie relatie heeft hoe lang geduurd voordat ze... ziek is geworden? Voordat ze jullie heeft moeten verlaten. Met jullie bedoel ik... Ze is 3 jaar ziek geweest. Ze is 3 jaar ziek geweest. Ja. 3 jaar zijn benen. Dus de relatie was een groot gedeelte ook met de ziekte. Dus de eerste jaar, anderhalf, was ze gewoon. Hebben ze naar Curaçao gegaan. We hebben echt een time of our life gehad. Zijn verloofd, getrouwd. Vanaf na trouwen. Ja. Maar dat is dus dan eigenlijk, hè? Jij zegt, niet alle mannen zouden blijven. Maar dat is wat jij belooft, toch? Precies. Dus dat is wat en dat is verwacht. Ook wat ik met je zeg. Waarom zou ik er in de steek moeten laten als ik heb de beloofd till that do us part? Ja, ja. Ik had er niet verwacht dat that do us part zou komen, maar migado, je hebt het. En waarom ga je er laten als je van de rood? Ik zie maar, ik zou zo eenzaam zijn, zo unhappy zijn. Ja. Alleen het feit dat ik gewoon wegga. Ik had zelf moeite om er te laten in dat huis alleen. Yeah. Ik moest constant mensen bellen dat ik kan je even voor me overnemen. Yeah. Omdat ik wist, ze kreeg aanvallen, ze kreeg dingen. Dus ik moest echt iemand hebben die net als mij alert is. Mm-hmm. Zodat ik eventjes eruit kon gaan voor goblomme ide. Right? Helaas kon ik niet echt een beroep doen op mensen van de. Maar Loco, dan... Geen één was maar één.
eentje, Winston Echtelt, hij heeft gewoon aan het dat was een vriend van haar? Ai, echte stom Mattie. Dat is wat je noemt Mattie? Ja. Hij is een echte Mattie, Hé, was er. Kijk, ik persoonlijk geloof oprecht dat je van die vrouw hebt gehouden. Ja. Ik geloof dat dat de liefde van je leven was. Ja. Ik persoonlijk. Ja. Dus ik geloof dat. Ja. Absoluut. Dat je van haar hield. Ja. En dan toch ga je vreemd. Ja. Waarom noem ik dat? Benoem ik dat? Ja. Dat is iets. Niet alleen mannen hoor. Dat is iets menselijk. Maar nog steeds is het niet goed. Nee. Als ik me hou aan jouw verhaal, aan dat perfecte plaatje, dat sprookje. Ja. En iemand waarvan jij echt houdt, toch ga je vreemd. Ik had het gisteren. Deel met mij die kwetsbaarheid en die onzekerheid die jou daar brengt. Oké, ik was gisteren. Gisteren hadden we het toevallig hierover. Mm-hmm. Dus dan gaan we het weer hierover hebben. Wie is we? Met een hele goede kennis van me had ik het erover gisteren. Ja. Nou, want we hadden het over relaties en hoe, wat, waar. Ja. En ik kon terugblikken naar. Alles wat ik heb gezegd en alles wat ik heb gedaan. Voor de meeste vrouwen gaan het niet snappen. Ze gaan het niet snappen, ze zijn geen man. Mm-hmm. Ik verwacht ook niet dat ze het gaan snappen, want ze zijn niet in mijn schoenen geweest. En ze zijn geen man. Maar bepaalde mannen gaan het begrijpen. Wanneer doet een man alles voor die vrouw en hij is zelf bang dat wanneer een vrouw in zijn DM komt, dat hij zegt van, hé, nou koppoor mijn relatie met mijn vrouw. Mm. Wanneer gebeurt dat? Wanneer wordt dat getriggerd? Dat wordt getriggerd wanneer die man gerespecteerd wordt. Wanneer die man gewaardeerd wordt in het huis. Wanneer die man zijn rust heeft in het huis. Ja. Zijn huis moet een thuis zijn. Een echte thuis. Amam vita peace. Peace. Dat is alles wat de man wil. Peace. En dat was er tot in zekere mate. En dan ga ik nu, helaas moet ik erover praten. Anders gaan ze me niet begrijpen. Wat er gebeurde. Behind the scenes, alles wat men nu online ziet, was al gaande behind the scenes tussen mij en de schoonfamilie. Ja. En ik kreeg al de schuld van uitlopen en van alles en nog wat behind the scenes. En omdat mijn vrouw ziek was, kon ze niet opnemen voor mij, ik noem het opnemen, kon ze niet een streep trekken door te zeggen van, hey, disrespect mijn man niet, tot hier en niet verder. Ja. Wat deed ze? Zij begon te huilen. Ja. Ze was verdrietig en je weet, mijn brain is like, hey, ze heeft kanker, ze mag niet stressen, ze mag niet huilen. Ja. Kom liba sani. Dat slijt alles in dat huis kapot. En dan ga ik naar de en geef de bras en zeg, kom, we gaan naar Friedrich Store, kom, we gaan wandelen. Uh-huh. Wat gebeurt er als dit constant gebeurt? De familie disrespect je. Jij geeft geen gehoor aan wat er gebeurt. Je gaat verder met je leven, alleen omdat je voor de zoete vrede van je vrouw de gezondheid. Hmm. Maar je geeft een signaal elke keer aan de andere kant dat het oké is om gedisrespect te worden. Right? Het is oké om een man te disrespecten. Ja, het is om mij. Laat me het niet over andere mannen. Ja. Het is oké. Ja, om mij, man. Ja, dus, om mij te disrespecten. Ja. Right? En ik ben van nature niet zo. Ik behandel mensen met respect. Right? En ik heb altijd mezelf kunnen zijn tot te zeggen, hey, tot hier en niet verder. Advocaat van de duivel. Tot nu toe opbouwende excuses om waarom je vreemd bent gegaan. Oké. Dus toen dat gebeurde, was ik niet meer happy in mijn huis. Maar dat heeft niet te maken dat ik niet van mijn vrouw hield. En zoveel mensen zeggen, ja, dan waarom laat je je vrouw niet? Ja. Nee, ik ben getrouwd. Ja, ze is ziek. Je wilt haar niet kwijt. Nee, ik wilde niet kwijt. Maar ik kon ook niet in dat huis blijven, smilen en doen alsof er alles oké was. Ja. Want ondanks ze ziek was, indirect nam ze niet op voor me. Door, als het bijvoorbeeld omgekeerd was, had ik mijn familie gezegd van, hey, Lukuna, is mijn vrouw, unaweer me ede, heb respect voor mijn vrouw, laat dat niet ophouden, anders hebben jullie een probleem met me. Ja. Maar zij deed dat niet. Ja. En het is niet gewoon disrespect, het was echte disrespect naar mij toe, waardoor je naar daar wil gaan en ze klappen. In plaats dat je daar naartoe loopt en je klapt ding, loop je ergens anders naartoe en zet je piemel daar. Dus wat er gebeurde, op den duur begin ik klets in smart de inbox. Zo is het begonnen. Uit verveling, begeef mensen en vrouwen in inbox. Onzekerheid?
Het was geen onzeker, het was gewoon een ik zoek naar een uitlaatklep. Iemand met wie je kan kletsen. Ja, ja. Daar ben ik, nu kan ik zo praten. Juist. Door te zeggen, daar ben ik, heb ik gezien hoe vrouwen ook kunnen zijn. Mm-hmm. Vrouwen die altijd hebben gemikt op het geluk van Cheryl, want Cheryl en ik deelden altijd onze liefde. Ja, jullie deelden jullie liefde. Hij keek omheen, ze hebben perfecte liefde, er zitten in mijn dingen, blablabla. Ja. Hun waren zo blij dat ik in hun inbox was, zodat ze een reden hadden om Cheryl te kunnen zeggen, kijk hier, je man dit, je man dat. Je hoeft niet zo perfect te zijn. Die perfecte relatie van jou. Ja, is het echt niet, snap je? Maar ik kon het toen niet zien wat er gaat. Nu kan ik achteraf zeggen van, oh, dat is het plaatje, oh, dat gebeurde. Maar toen ik in dat ding was, kon ik niet zien dat gebeurde. Dus hoe doen toch? Dus dat wilde ik zeggen. Dus behalve dat jij gedwongen voelt van, ja, je zoekt een uitlaatklep, toch? Mm-hmm. Maar de stereotype domme man, je gaat ook nog cross B eten. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Iemand dichtbij. Ja, dus wat er gebeurde, op de duur belandde ik in haar nichtje er, de inbox. Ja. Letterlijk en figuurlijk. En ik niet weten dat haar nichtje al jaren munt op haar nicht. Ja, ja, ja. Dus achteraf heb ik deze stories gehoord. Ja. Dus ze mikte al lang, en niet eens relatie tussen mij en haar, maar gewoon al de relatie mikte ze om iets te kunnen doen om Cheryl te pijnigen. Ai. En ik was gewoon de perfecte. En jij bent daar gaan meehelpen? Ai. Je bent daar gaan meehelpen? Ai. De vrouw ik was liever naar een hoerentent geweest dan dat ik in die inbox van haar nichtje zat. Juist. Want dat is precies wat ze wou. Ai. Fast forward, uiteindelijk beginnen we te babbelen, te praten en het begint te belanden op seks. Juist. Dat wat, is hoe wat niet soepel liep in eerste instantie omdat je schuldig voelde? Het soep. Ja. Nee. Dus op de duur toe door het drapen, toch? Het moment. Ja, het moment om. En dan was ik zo nerveus dat ik niet eens kon staan. Ja. Ik dacht, je moet het eigenlijk doen. Maar zij was zo confident. Ja. Ze wou het doen. Ze dacht, oh, waarom wil je het eigenlijk met me doen? Precies zo. Je wil zeker weten als ik even lekker ben als Cheryl, toch? Ja. En ik had nog niet door dat fuck het, ja. Want zij zou toch eigenlijk moeten zeggen, we kunnen dit niet doen, is mijn nicht, weet je toch? Maar je moet het bij jezelf houden. Ja. Jij zou moeten zeggen, ik kan dit niet doen. Ik snap het. Ik heb net gezegd dat ik dat had, right? Maar omgekeerd, normaal gezien, als een nicht dat doet. Precies, dat zou je zo denken. Zo'n nicht moeten zeggen, eigenlijk is het niet goed hoor, wel eens, is mijn nicht. Ja. Maar geen van die dingen heb ik gehoord, ze was echt confident om het te doen. Ja. Dus mijn domme dingen, mijn go, en uiteindelijk is het niet eens helemaal gelukt, maar het feit dat je daar bent, dat je al die dingen hebt gedaan, ben je al fire. Al is het niet gelukt. Je bent fire. Is al gebeurd. Dus het is gewoon confirmed, je bent de ass. Ja. Ik ga nu vandaar en wat bleek, dat vanaf het moment dat ik wegging, is alles bewaard en dan probeerden ze steeds iemand te zoeken dicht bij Cheryl om dit te vertellen. Yeah. Dus 8 maanden lang mee heren dat ik. Dus iemand zei, maar ik ben denk dat Cheryl is dom, zo voeg het tegen een nicht. Is dat zo echt stom zijn. Yeah. Deze de perfecte guy ontmoet die gewoon alles heeft verteld aan Cheryl. Kijk hier, je man is een mocho. En Lukoe, dit is van jou, want diegene is niet hier om zichzelf te verdedigen. Maar ik word wel nieuwsgierig. Denk je dan dat uiteindelijk dat het doel was? Je doet te gelukkig. Ja, het is bevestigd. Je doet te gelukkig. Het is bevestigd door, ik wil die persoons naam niet noemen, maar het is bevestigd door mensen die dichtbij erheen, heel dichtbij. Dat haar doel altijd was, is geweest. Okay. Maar dan zou je zelf een dubbele idioot moeten voelen dat je daaraan hebt meegedaan. Je hebt je laten gebruiken. Ja, ik heb het ook geschreven in mijn boek. Je hebt je laten gebruiken. Ja. En de persoon heeft mezelf naar de rechter gebracht. Ze heeft geprobeerd in ieder geval. Wat? Ik heb geen namen genoemd in mijn boek. Ja, wat is de aanklacht? Ik heb geen namen genoemd in mijn boek, maar zij wil dat de samenleving weet dat het over haar gaat. Daar gaat het om. Oké. Het is de stomste brief die ik ooit heb gehad, dat iemand juist wil dat mensen moeten weten dat zij het is. Dat geeft aan het level van hoe mediageil iemand kan zijn. Maar dat kunnen mensen ook over jou zeggen en over jullie, hoe jullie alles deelden. Ja. Dus dat mooie geluk, verlief in het begin en dan later ook nog ziekte. Ja. Wat ik trouwens persoonlijk powerful vind, hoor, dat jullie dat ook deelden, tot aan het eind. Ja. Ik heb altijd de mooie dingen gedeeld van mijn vrouw. En het was nooit de bedoeling dat de minder mooie dingen online komen. Ja. En helaas heeft de familie het online gezet. Ja. Right? We kwamen in Nederland
het laatste moment dat ze moest aanhoren dat ze te laat was. Mm-hmm. En eigenlijk waarover dit alles moet gaan is eigenlijk hoe komt het dat de Surinaamse medische zorg alles heeft gemist aan mevrouw. Yeah. Daar moet het eigenlijk om gaan. Mm-hmm. Hoe komt het dat ze alles hebben gemist van mevrouw? Want eenmaal aangekomen in het buitenland hoor je de dokter zeggen het is te laat. Hoe zijn we te laat? En hier hebben ze gezegd, er is niets. Ja, hoe zijn we te laat als we om de 3 maanden keihard betalen voor een MRI? Ja. Is niet dat we thuis zitten op onze droog en zeggen van, oh zien we wel. Nee, je legt het net uit jullie lezen. We zijn jullie keihard bezig beeldvorming. En dan kom je uiteindelijk aan het eind erachter dat we te laat zijn. Ja. Daarover moeten we praten. Geen enkel media heeft het opgepakt. Niemand heeft het opgepakt. Ja. Ze zijn alleen geïnteresseerd van wat heeft wel eens uitgehaald. Met wie heeft hij geslapen, met wie heeft hij niet geslapen. Ja. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat er nog steeds mensen zijn die MRI's maken in Suriname. Ja. En ze horen nog steeds dat er niks is. En uiteindelijk is het te laat. Wat wordt er daaraan gedaan? Ja. Right? Maar dat is niet spannend genoeg. Wanneer je fini voa. Voor die domme keuzes van je. Ja. Maar dat zeg ik, je hebt een paar domme dingen gedaan zoals je het schet. Ja. Je vertelt erover. Ja. Desondanks geloof ik dat je echt van deze vrouw hebt gehouden. Ja, zeker. Maar, zeker. Anders had ik al lang. Heel erg. Dat is wat ik zei, meer loopt trangen. Ja. En als je kan het zien aan mijn vorige relaties. Mm. Ik ben altijd de persoon geweest die bleef vasthouden. Ja. Right? Omdat ik zeg van, temitak mi lobby, mi lobby. En desondanks keur ik het niet goed wat ik heb gedaan. Ja. En achteraf gezien denk ik van, ja, had ik het misschien moeten vertellen. Ja. Maar dan achteraf denk ik van, waarom schrijf je dan een boek als je bepaalde details achterlaat? Want dan kom je hypocriet over. Ik ben niet perfect. Dat is een keuze die je hebt gemaakt, toch? Ja, ik vond van, als ik vertel hoe het is gegaan, dan moet ik vertellen hoe het is gegaan. Het moment dat ik omschreef dat zij was geopereerd, tumor was weggehaald. Jij was blij van dat ze in de telefoon kwam, dat je dacht van, laat me het verder testen. Hoeveel kinderen heb je? En dat je vroeg van, wie ben ik van je? En dat ze zei, mijn man. Ja. Was dat nadat je die fout hebt gemaakt? Het is net ervoor gebeurd. Net ervoor hebben we het goed, want ik weet nog, ze was happy. We gingen naar Kwana Island. Ja. Dit is waarom ik dat vraag. Dus alles wat jullie meemaken, dat jij vreemd gaat, cheating, de ziekte, het belangrijkste, dat jullie dat samen meemaken. En dat brengt frustratie, dat brengt wrijving, dat brengt verwachtingen. En misschien zit ze met alle onzekerheid, gaat hij me verlaten, gaat hij me whatever. Familiedingen, issues die erbij komen. Ondanks dat alles, op het laatst had ze nog zoiets van, dat is mijn man. Ja, precies. Daarom vraag ik dat. Ja, precies. Ja. Dit is gebeurd voordat ze de operatie gedaan. Dus voordat ze ontdekte dat het naar de hersenen was. Ja. Allright, hello, ik heb 3 maanden moeten vechten voor mevrouw de liefde en de aandacht. Ja. Want het was zo intens. Want mensen om haar heen vertelden dat je moet niet met wel eens zijn, je moet hem laten. Je snap je? Dus het was van alle kanten werd ze getrokken. Mm. En toch bleef ze kiezen voor mij. Omdat ze gewoon door had van één oorlog, Makandra. En al die dingen die ze aanhalen, dat slaat op niks. Ja. Dus om terug te komen, we hebben elkaar vergeven voordat ze erg ziek is geworden. Precies, ja. Uh-huh. Nee, dus tot aan het eind had ze van. Dat is mijn man. En ik heb altijd gezegd, dat is mijn vrouw. Dat is je vrouw. En ik heb niet kunnen genieten van haar. Want mijn bedoeling was om het vooral te hebben over Welles. Maar ik zie dat het niet lukt om over Welles te praten zonder dat zij een onderdeel is van Welles. Ze is onderdeel van Welles. Begrijp je? Ik had het niet eens door, maar ze is onderdeel. Dat meen maar, sorry. Ze is onderdeel van mijn leven. Aan het begin zei jij, ga eerlijk met je zijn, ik ben moe. Ben je bezig met hoe je gaat zorgen dat je weer op een niveau komt of verder dan dat je was? Want je was een vrolijke dude, haal de pranks uit. Uh-huh. Maar ik hoorde ook dat je tijdens je relatie dat een beetje op een rem had gezet. Ja. Is er iets wat je dus nu doet om te zorgen dat je beter in je vel bent? Ja. Dus ik weet niet, meditatie, therapie, gesprekken met Matties. Eergisteren een heel goed gesprek met de mattie van me uit Miami. Ja. En hij heeft me in 2 uurtjes me laten zien wie ik ben. Ja. En van waar ik kom. Ja. We kwamen beide van Casaba Olo.
Uh-huh. En hij is nu in Miami, hij heet Rico, hij doet het heel goed op TikTok. Uh-huh. Nou, echt matief mee. En we waren beide op hetzelfde punt. En hij zit nu in Amerika. Uh-huh. En he reminded me who I am. Okay, he reminded me who he is. Door terug te gaan naar de core. En toen zei ik, damn, shit, ik ben eigenlijk een... Ik ben een genius. Shit, ik kan heel veel. Wat de hel doe ik hier in dat huis? En dan zit ik gewoon te denken, mensen hebben dingen online gezet. Yes. Damn, begin gewoon alles weer op te pakken. Je zegt, begin gewoon op te pakken. Okay. Begin weer een film te maken, begin je dingen te doen. Begin weer jezelf te zijn. Yes. En ik moet zeggen, alleen het feit dat ik alleen aan de gedachte dacht van, damn, ik kan weer een film maken. Het bracht gewoon weer vreugde aan. Leuke, goede energie. Want dat is hoe ik ben. Ja. Maar ik ben veranderd. Ik moest veranderen om caregiver te zijn voor mijn moeder, mijn vader en mijn vrouw. Ik ben 15 jaar in totaal bezig geweest. Ja. 15 jaar ben ik niet mezelf geweest. Ja. Snap je? Dus nu ga je voor jezelf zorgen? Ja, dus nu zeg ik van oké, het houdt op. Het maakt mij niet meer uit wat mensen vinden van me. Mm-hmm. Het belangrijke is hoe ik, of wat ik van mezelf vind en hoe mijn zoontje naar me kijkt. Ja. Dat is voor mij belangrijk. Ah. Mijn zoontje, hij moet nog steeds trots zijn. Mm-hmm. Net als zijn moeder trots was. Ja. Om te zeggen, is mijn man. Dus moet hij trots zijn. Nog steeds trots blijven om te zeggen, is mijn papa. Is mijn papa hoor. Ja. Snap je? Dat geeft me al vreugde. Dat moet uitmaken. Mm-hmm. Niet wat mensen online vinden die me niet eens kennen. Nee. Wat ik heb opgemerkt, iedereen heeft een mening. Iedereen heeft een mening. Iedereen weet, kent je leven beter dan. Nee. En ik maakte me druk erover. Mm-hmm. Maar nu zei ik van, het heeft geen zin. Want morgen, als ik morgen bijvoorbeeld het door maak in Amerika, ben ik ineens de lieve Welles weer. Ineens, het is iemand van ons hoor. Ja, je komt uit Suriname. Ja, de mens is slecht, de mens zal altijd slecht zijn. De mens gaat waar de populariteit is. Dus wat ze nu uitmaakt, wat ze nu vinden, hoeft niet zo te zijn dat ze het later zo zullen vinden. Ja. Dus waarom maak ik me nu druk? Mm-hmm. Dus ik ga gewoon mezelf zijn en dat heb ik gewoon mezelf beloofd. Na het gesprek met die guy. En hij heeft me een damn goede therapie gegeven in twee uurtjes. Mooi. Thanks Rico. Je hebt echte liefde mogen ervaren. De ware liefde. Ik voel dat jij dat zo ervaart. Mm-hmm. Ik geloof je ook daarin. Je hebt ook meegemaakt hoe het is wanneer dat wordt ontnomen. Mm-hmm. En jij hebt daar niets over te zeggen. En zelfs zij ook niet. Mm-hmm. Dus jullie destiny moet zo eruit zien. Wat zou je zeggen tegen iemand die zijn ware liefde wel bij zich nog heeft? Boy, ik zou alles doen om mijn vrouw weer hier te hebben bij me. Mm-hmm. Levendig en wel en gezond. Dus als je een relatie hebt zoals ik het heb omschreven, waar je echt van elkaar houdt en waar je elke dag gewoon kan kiezen voor elkaar, constant. Maar niet uit wat jullie allemaal meemaken, jullie kiezen elke keer voor elkaar. Mm-hmm. Dat zou ik zeggen, je hebt ware liefde gevonden. Je hebt unconditional love, onvoorwaardelijke liefde gevonden. Ja. Dan zou ik zeggen, koester het, want het is echt niet vanzelfsprekend dat je het de volgende keer gaat vinden. Nee, omdat je kan pas zo'n relatie hebben als beide partijen veel hebben meegemaakt en hebben geleerd uit die fouten en elkaar hebben ontmoet. Yes. Dus er moet zoveel gebeuren voordat je elkaar ontmoet om dat te kunnen hebben wat ik met mijn vrouw had. Of wat jij misschien thuis hebt. Dus je zou zeggen, koester het. Mm-hmm. En laat niemand ertussen komen. Omdat die mensen die ertussen komen, hebben het niet. Ze gaan het niet begrijpen. Als je iets niet kent en niet weet erover, heb je een verkeerd beeld erover. Een simpel ding, als je nooit naar Europa bent geweest, kan je niet praten over Europa. Nee. Je mist het niet eens. Yeah. Right? Yeah. Je weet niet hoe het is. Precies zo, als je een bepaalde type relatie hebt gehad, kan je niet erover praten. Je weet niet eens hoe het is om het te hebben. Yeah. Pas als je het hebt en je ervaart, zeg je, damn! Mm-hmm. Ik hou echt van die man. Yeah. Of ik hou echt van die vrouw. Snap je? Yeah. Je moet het pas hebben ervaren. Dan pas kan je zeggen, dat is voor onvoorwaardelijke liefde. En daarom snappen heel veel mensen mijn handelingen niet. Ze denken van, maar je hebt zoveel van die vrouw gehouden. Maar ik ben nog steeds mens. Mm-hmm. Er zijn nog steeds scenario's, er zijn nog steeds situaties. Mm-hmm. En ik keur het niet goed, maar het is wat het is. En ik kan niet hypocriet zijn door het niet te vertellen. Want het was easy geweest om niet te vertellen en de perfecte man spelen. Weet je hoeveel, hij me ook verteld laatst. Zoveel vrouwen keken op naar me en ze waren trots. Met hij bedoel je die Martie van je? Ja, die Mattie van me. Hij vertelde me dat de samenleving, vooral die vrouwen, keken op een bepaalde manier naar me. Mm-hmm. En nu hebben ze een ander beeld over me. Right? Mm-hmm. Als je een bepaalde beeld van me had, was het omdat je niet weet
wat er echt behind the scene gebeurde. Ja. Dan heb je een bepaald beeld. Oh, hij is de knight in charm en dingen, noem maar. Right? Mm. Maar wat belangrijk is in een relatie is dat je elkaar kan vergeven. In de ogen kunnen kijken en zeggen van, hé, schat, ik heb dit gedaan. Ja. Ja, ik heb het echt gedaan. En dat we elkaar vergeven en dat we of kiezen, we gaan stoppen. Yes. Of je kiest, je gaat verder. Uh-huh. Grown-up people die begrijpen, die al veel hebben meegemaakt, uh-huh, die snappen gewoon van, hé, nou, het kan gebeuren. Ja. Right? Er is zoveel gebeurd dat ik niet wil vertellen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat mijn vrouw heel trots was dat ik gewoon de waarheid heb verteld. Ze heeft me wel een hard time gegeven, 3 maanden lang. Ja. Want ik moest bewijzen dat ik je toch. Maar het zijn dingen die ik al lang had gedaan, snap je? Mm-hmm. Maar ze heeft me 3 maanden hard time gegeven om mezelf te bewijzen. En ik heb het bewezen. En ik heb er never nooit in de steek gelaten. En ik heb die dingen niet gedaan dat ik niet van mijn vrouw hield. Ik heb het gedaan uit frustratie, uit van alles en nog wat. En ik, nogmaals, ik keur het niet goed. Maar it happens. Ja. Waarom lopen mensen uit? Als je niet happy bent thuis. Ja. Niet omdat je een lobas maakt. Je bent niet happy, je mist iets. Mm-hmm. Daarom ga je het buiten zoeken. En als je pech hebt, dan ontmoet je de juiste persoon om gekke dingen te doen. Mm-hmm. Wil dat zeggen dat je niet van je partner houdt? Nee. Ja. En omdat ik het ben, dan ben ik anders. Nee, ik ben even mens als jou. Ja. Willis, ik kan maar één ding zeggen. Ik wens je heel veel liefde, mijn man. Heer? En voor die mikking. Ik ben een draai, echte. Kinka systeem ben je lobas maar op dag 1. Ja, want dat moet scherp je zelf. No man, lobby. Ja man. Hey, Gillis Loveline, we praten eerlijk over de liefde en dat hebben we ook vandaag gedaan. Ben ik dankbaar voor. Ik zie jou graag bij de volgende date en zoals ik altijd zeg, if it ain't about love, it ain't about nothing. Yeah.